Wat hebben we? Oh, hij is heel erg blij. Ik weet niet. Welkom terug, dames en heren, bij een nieuwe Never Clever vlog. Never Clevertjes van me. Ja, ik heb iets leuks gehad. Ik weet niet of jullie weten wat dit is, maar dit is zeewier. Letterlijk echt gewoon zeewier. En mensen denken van zeewier, waarom hou je nou zeewier? Nou, dit is zo lekker, hè. Zeewier kun je tegenwoordig eten, blijkbaar. Tenminste, als je op de goede manier klaarmaakt. Jeroen is er ook bij. Jeroen heeft me vandaag meegenomen naar een hele mooie locatie. En ik ga jullie een paar beelden maken van deze locatie, in ieder geval waar we nu staan. Jeroen is er ook. Laat op, dames en heren. Hallo. Dag Jeroen. Hallo. We zijn er. En we zijn op een hele mooie locatie. En wat gaan we vandaag doen? Misschien dat jullie het al weten, want er zijn ook een paar keer vragen naar geweest. We gaan niet vandaag magneetvissen. Nee, we gaan metaaldetectoren. En blijkbaar op deze locatie ligt nog heel veel van de oorlog. Handgranaten, blijkbaar wat ik heb gehoord, mag je allemaal niet meenemen. Helaas, dus als je iets vindt, ja, dan moet je gaan bellen. Bomscherven liggen nog, knopen liggen nog. Ja. Jij kan dat denk ik beter uitleggen wat er nog allemaal liggen, wat jij al iets hebt van gevonden. Speltjes heb ik gevonden. Ja, allemaal de kleine dingetjes die ze op de uniformen hadden, ze speld en geknoopt en dergelijke. Heel veel patronen mag je ook niet hebben. Ja, we zullen zien wat de dag vandaag ons gaat brengen. We zullen het allemaal vanzelf zien. We hebben de spullen in de auto liggen. We zijn ons nu klaar aan het maken. Ik ga mooie beelden voor jullie maken. We gaan een hele mooie dag beleven. Want het is echt een super mooi bos. Dat laat ik jullie nu ook zo zien. En wij gaan gewoon genieten. Wij gaan de spullen inpakken. En dan zien we ons dadelijk. Als we aan het zoeken zijn. En open op mooie vondsten, dames en heren. Dat is heel erg belangrijk. Hè? Nou, dus mensen. Blijf kijken. En geniet van de vondsten die we gaan vinden. Oh yeah. Zo. We zijn begonnen met zoeken. We zitten in een heel mooi stuk bos, zoals jullie kunnen zien. Onze auto die staat helemaal daar. Daar heb je een bankje. Hier heb je een weg langs de kant. Jeroen die is al bezig met zoeken. Ik heb mijn rugtas om het eten en alles erop en eraan. Mijn spullen liggen ook al klaar. Die liggen hier. En ja, we hopen gewoon echt op mooie vondsten. Hier kun je echt van alles vinden. Badges, wat we al zeiden, handgranaten, alles erop en eraan. We hopen op een Duitse helm natuurlijk. Dus iedereen hoopt erop. Misschien een mooi geweer van de Duitser. Maar het probleem is, je mag het allemaal niet meenemen. Een Duitse helm natuurlijk wel, maar als je een geweer vindt, altijd melden. Altijd blijven melden natuurlijk. En je mag niks mee naar huis nemen, want voordat je weet kan het knallen of ik weet niet hoe het zit. De meeste mensen denken natuurlijk van ja, wel gewoon mee naar huis nemen. Maar ja, als ze erachter komen en ja, de buurt wil gewoon geen problemen daardoor hebben. Dus alles wordt gemeld, dus misschien dat jullie straks een politie zien, misschien niet. We horen het vanzelf wel en wij gaan gewoon zoeken. En dan gaan we er tegenaan. Ik laat zien wat we vinden. En op een hele mooie dag. Blijf kijken. Abonneer en like als je het nog niet hebt gedaan. Eerstdaags 3 aanstekers weggeven en dan komt het helemaal goed. Oh yeah. Het eerste gedingetje is binnen. Het is van koper als ik me niet vergis. Wat het is, ik heb geen idee. Dus als jullie het wel weten, laat het eventjes weten. Je kan het bewegen. En ja, het lijkt op een doppensleutel of zo. Ik heb echt geen idee. Misschien van heel erg vroeger. Als jullie het weten, dan horen we het natuurlijk graag. Maar dit is het eerste wat we hebben gevonden. Een heel raar iets. Let me know. Zo, lieve klauwtjes. Ik kan jullie één ding meegeven. Ik had net werkschoenen aan. Doe die alsjeblieft niet aan. Tenminste, als je ijzer onder je zolen hebt. Want de metaaldetector blijft afgaan. En ja, weet je wat het is? Je kan het metaaldetector instellen op verte. Dat hij ver gaat of de diepte is dat eigenlijk. En bij mij bleef hij de hele tijd afgaan. Waardoor ik zoiets had van, ik trek gewoon mijn normale schoenen aan. Ik vind het wel goed. Maar ja, met die andere schoenen kan je beter op een schep trappen. Dus dan kan je lekker de grond in. En dan heb je niet zoveel last van die takken. Maar ja, we doen het ermee. Ook heb ik mijn jas gewoon uitgedaan, want het is echt behoorlijk warm als je heet en met dat ding ligt te zwaaien. Dus daar krijg je er wel warm van. Jeroen is nog steeds aan het zoeken. Ik moet even mijn metaaldetector gaan zoeken, want die heb ik ergens op de grond neergegooid met de schep erbij. En ik hoop dat we nu netjes kunnen gaan beginnen. En dat het ding niet af blijft gaan. Want hier zit tenminste geen ijzer onder in de zolen. En dan kan ik gewoon mijn ding doen. We hebben net al wat gevonden, wat dat was, ik heb geen idee. We zullen het zien. Ik ben nu lekker aan het lopen door de natuur. Want de natuur... Oh, heerlijk man, echt heerlijk. En nu ga ik even mijn spullen zoeken. Kijken waar het is gebleven. Dan gaan we lekker zweven. Dan gaan we lekker spacen. En dan gaan we lekker eten. Nou, hij lag bovenop. Het is, ja, Jeroen heeft er verstand van. Het is een Engels olietonnetje.
Waar hij er dan kan zien weet ik ook niet. En het model blijkbaar. En het lag boven erop. Dus ja, als dingen bovenop liggen, kunnen we gaan beginnen. Die is helaas kapot, dus ik weet niet of je die mee wilt nemen of niet. Nee. Ja, we kunnen beter gaan zoeken. Mooi stuk bos waar nog heel veel ligt. Echt nog heel veel. Wij gaan doorzoeken en ja, weer iets erbij. Voilà, die ook. Hulzen. Waarvan? Geen idee. Heel veel hulzen. Er zal er wel eentje hebben gezeten. Poem, 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 poem. En we gaan door. Nou, dit is een... we denken een ontsteker van een handgranaat. Of het zo is, weten we niet. Maar het ziet er mooi uit. De handgranaat, dan zit hij zo. De handgranaat die van dit is de bovenkant. Loopt hij zo in de granaat. En kan hij zijn ding doen. Mag je niet hebben? Nou, dames en heren, ik heb weer een kleine ontsteker. En een kan. Die kan die lag boven op de grond. De ontsteker die lag in dit gat. De kan is ja, wel mooi. Ik word helemaal wakker. We gaan verder zoeken. Dus tot zo. Ik ben benieuwd, dames en heren, of jullie weten wat het is. Vanaf nu al. Zal ik het jullie maar gaan vertellen. Dit is een stilhandgranaat. En ik zal jullie eens een foto daarvan laten zien hoe die eruit ziet. Zo zag hij eruit. Dit is de dingen. Die heb je dan hier gelegd. Die dan zo. Hier zit een houten steel aan. En dit is dan de ontsteker die ontknalt. Dit is de ontsteker die er nog in zit. Die knalt dan uit elkaar. Mooie vondst. Wel grappig. Maar ook deze zou je niet mogen hebben. Helaas. En zo kan je nog heel veel vinden. En een heel mooi bos. We weten het niet heel erg zeker. Maar dit is de bovenkant van een Amerikaanse handgranaat. Dit is de ontsteker, die zit in de granaat zelf, dit stuk. Dus dit is een heel granaat gebeuren. En dit is het clipje wat je normaal vasthoudt. En als die losgaat, dan, ja, dan heb je nog maar een paar seconden. Mooie vondst natuurlijk. Ik heb hem niet gevonden, maar Jeroen heeft hem gevonden. Dus... ja, dat is echt super mooi. Dit is het clipje wat je vast moet houden. Die zit dan hier aan de zijkant zo. Als je die loslaat, dan... heel erg zwaar. Ik heb het nog nooit gezien zelf. Maar zo hoort het te zijn. En dan eigenlijk nog met de granaat zelf eraan. Ik weet niet hoe die granaat loopt, zo of zo. Een eiken, gewoon een eiken. Dus dit is een eiken. Zo. Hoppakee. En daar is de eerste granaat zo. Ja, mooie vondst. We worden helemaal wakker. Ontsteker. En het gebeuren mag je volgens mij alle twee niet hebben. Dat betekent ook weer terug de grond in, helaas. Ja, het zij zo. We kunnen er niks aan doen, maar voor de volgende vonder. Vinder. Allee. Oké, we zitten nu in een stuk bos waar ja, je kan het eigenlijk zien, waar je eigenlijk bijna niet kan zoeken. Dus dat betekent ook dat de mensen, ja, die hebben zoiets van oké, dit is niet mooi vlak, daar ga ik niet met de metaaldetector overheen. We hebben nu een gat gevonden en je hebt wel eens dumpputten. Ja, Jeroen heeft mij wel eens geleerd. Dat zijn vroeger deze gewoon allemaal die zooiflesjes wat ze over hadden, handschoenen wat ze over hadden. Misschien na, is het na de oorlog dat ze dat doen? Of voor, ja. Na de oorlog? Of midden in de oorlog. Dan gooien ze de kogels erin, alles wat ze over hebben smijten ze erin. Oh, daar heb je nog een put zie ik inderdaad, of in ieder geval een gat. Smijten ze, alles smijten ze erin en dan gooien ze het zand weer op of steken ze inderdaad en dan gaan ze gewoon weg. Maar dat is gewoon echt puur om dingen te vernietigen. Wat hebben we? Oh, hij is heel erg blij. Een kabelrol. Oh, hier is ook al gegraven. Oh, wauw. Een kabelrol. Moet die mee? Die kan mee. Nou, die gaat mee, zegt Jeroen. We hebben nu een kabelrol gevonden. Wauw. Hier liggen kisten. Ik laat het jullie even zien op beeld. Nou, jullie kunnen het zien. Stuk kisten. Het vinden we nu toevallig. Ik ben hier nog niet geweest, maar... dit is toevallig... ja, dit zijn dumpputten. Je kan het zien, dit is de onderkant van de kist. De dingen zitten er nog aan. Ja, dit is de zijkant van de kist geweest voor te tillen natuurlijk. Die zit dan hier. En zo kan je alles meenemen. Wij gaan graven, we zitten op de goede locatie. Wauw! Wat is dat? Is een gaspitje toch? Ja, of dit is... ja. Wauw!
Oké, okay, we zitten goed. Dit is gewoon het licht. Dat heeft er altijd al gelegen. Dat hebben ze gedumpt. Die dingen die moet je hebben natuurlijk, want er kan echt van alles in zitten. Helmen, handschoenen, geweren, kogels. Er kan echt serieus van alles in liggen. En dit is een pitje geweest voor vuur te maken. Tenminste, zoals ik het nu kan zien. Wij gaan hier flink liggen graven, want ja, dit zijn dingen waar je natuurlijk voor komt. En het liefst natuurlijk in goede staat. Maar hier kan er echt van alles in liggen. Misschien dat het leeg is, misschien dat het was. Je weet echt niet hoe het kan zitten. Maar je kan echt van alles vinden hier. En daarvoor komen we hier natuurlijk. Die kabelrol, die, ja, dat is van vroeger. Daar zat natuurlijk ijzerdraad aan, zoals ik me niet vergis. Telefoonkabel. Of telefoonkabel. Die is in net wel in goede staat. En net eigenlijk ook weer niet, want die is best wel rot. Maar als je hem mooi maakt, ja, voor in een museum is het wel wat. Ja, het is gewoon wel mooie vondsten natuurlijk. En wij gaan graven. Ook die kleine dingen wat ik jullie net liet zien. Toevallig kwam Jeroen hierbij uit. Hier gaan we dat even doen. En ik laat jullie zo mooie beelden zien als we wat hebben gevonden. Maar geloof mij, het is een mooi stuk bos. En nogmaals, mensen hebben echt zoiets van, ja, hier gaan we niet zoeken, want hier hebben we geen zin in. Dit is gegraven toen de tijd. Jullie weten het wel, toen de oorlog was. Alles erin proppen en wegwezen, zodat wij niks met de oorlog te maken hebben. Of zodat wij van de puin afkomen. Hier gaan we het mee doen. Wij zijn blije mensen. Laat gaan, laat gaan. Nou, dames en heren, wat is eruit gekomen? Volgens mij een halve bom. Zo'n onder is gevallen. Dus wat hier heeft gezeten, ja, ik heb geen idee. Maar of ze het overleefd hebben. Hier hebben we nog wat deksels die erin lagen. We zijn nog steeds bezig in het gat, want er ligt nog meer in. En dan hebben we dat gat nog niet gehad waar jullie net die rol hebben gezien. Dus ik ben benieuwd wat er nog allemaal uitgekomen. Ik ben benieuwd. Jeroen zegt, camera. Wauw. Wat is dat dan? Wat is dit? Batterijen? Hier allemaal. Oh ja. Zo hé. Is dat nog van toen dat tijd of wat? Ja. Wauw. Batterijen in de verpakking. Dit is een hele grote batterij geweest. Zo hé. Kunnen we een metaaldetector doen? Ja, is gewoon even pissen en dan kun je van alles vertegen, hè? Hier. Ja, dit is Engels mest in. Niet eens een eten klaar mee maken. En het ligt gewoon boven op de grond. Ja, 100%. Wauw. Bommenrek. Bommenrek? Ja, 24, daar gingen de bommen 24, in. 20 bommen, 6 stuks. Wauw. En dan te bedenken dat het gewoon boven de grond ligt. Kolen. Ja. Kolen van vroeger waar ze eten mee klaar deden maken. Dan te bedenken, dames en heren, dat het hier gewoon boven op de grond ligt. Kolen die al heel erg oud zijn. Batterijen, en je zou zeggen, ja, ga er niet met je handen aan. Nee, eigenlijk niet, want het is zo chemisch als de pest. Ja, dat is hem. We kunnen weer verrijden, we hebben weer honger. Wauw. We gaan even zoeken, dames en heren. Nou, dit kwam eruit het bakje, het eetbakje zelf. Hij heeft nog een volle patroon gevonden. Ook die mag je thuis niet hebben, dames en heren. Onthoud het eventjes goed. Die mag je niet hebben, want die kunnen nog knallen. Dus wat doe je altijd met die patronen? Wat doe je met de patronen? Ik weet niet of het lukt. Oh ja, het lukt. Ik weet niet of je die mag hebben. Mag ook niet blijkbaar. Maar zo ziet hij eruit. Dit is hetgene wat afgevuurd wordt. Dit, hè, die komt in een persoon of in een dier of wat, net wat je wil natuurlijk. En de rest, dat vliegt uit de geweer. Pieuw. En die, ja, die dingen vind je dan. Die dingen vind je ook wel eens, maar minder vaak. Maar deze schiet altijd weg. Dit stukje zo. Dus niet die hele kogel, maar alleen dit stukje vliegt weg. Nou, wat vind je hier nog meer? Kolen van vroeger natuurlijk, want ze moesten ook koken en bakken terwijl ze hier ergens nachtenlang bleven zitten. Batterijen, waarvoor ze die gebruikten, ja, daar kan je alles maar voor verzinnen. Andere batterijen, vreten natuurlijk, blikvoer, ja, van alles. Ook voor de bommen in te doen, want die hadden ze ook, ja, en die ga je niet meenemen, want die, ja, ze pleuren het maar gewoon neer omdat ze, ja, oorlog hadden. En die dingen die vinden wij nu natuurlijk terug. Boven op de grond ook nog. En het liefste is die natuurlijk heel. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. En het kan zo zijn dat er wat ingegraveerd staat. Meestal op de onderkant, zover als ik me niet vergis. Mm-hmm. En ja, het zou zomaar kunnen dat je hier bestek vindt en alles. Maar ja, hier kan je met de magneet of met de metaaldetector overheen gaan. Maar je vindt alleen maar batterijen. Dus zodoende. Wij gaan even verder zoeken. Kijken of we nog meer putten kunnen vinden. En dan zullen we het zien. We zijn weer aan het graven.
We komen op iets uit waar ik zelf niet van weet wat het kan zijn. Maar er zit een tekening op, dat is altijd spannend, altijd mooi. Het is een groot iets. Hol. Loopt flink naar onder toe. Dus ik ben benieuwd wat het kan zijn. Au. We hebben nog wat anders gevonden. Een ring van een camouflage net. Dit camouflage net zit er nog een beetje tussen. Ook wel leuk. Zo vind je toch wel een paar dingen. Maar dat zijn niet echt de dingen waar wij van zeggen van, dat moeten we hebben. Liefst natuurlijk een Duitse helm of zo. Of echt van die hele kisten. Die zijn ook altijd nog mooi. En ik hoop dat, ik weet niet wat dit is. Hier heb je ook nog gewoon een put. Dat kunnen jullie niet echt goed zien. Maar je ziet hier elke keer iets omlaag gaan. Beetje omlaag gaan. Je ziet het gewoon de hele tijd. Dus wij gaan weer even graven en dan laat ik jullie zo zien wat het is. Nou, we halen er zomaar een oude pan uit. Het is geen pan van de oorlog, tenminste dat denk ik. Ik neem niet echt aan dat zij witte pannen gingen gebruiken, terwijl ze gecamoufleerd moesten zitten. Dus ik denk dat het van de jaren 60 zoiets is, misschien 70. Dus vroeger in die tijd in ieder geval gebruikten ze echt van die kleurtjes op pannen. Nu niet meer, nu zijn ze gewoon grijs. Maar het is wel leuk om te vinden, want het is altijd weer wat anders. Het is een soort van Duitse helm. Ik zal het jullie even laten zien. Hè? Groen! Ik weet wat het was. Een Duitse helm. Oh ja. Een Duitse helm, man. Zie je het toch? Dat kan je zien aan de vorm. Dat is gewoon die Duitse helm zo. Ja, man. Weet je wie het altijd doet? Timothy. Die zet ook altijd van die rare dingen op. Ja. Ik word helemaal wakker. Duitse helm. Mooi. Zo, kunnen ze mij niet zien. Ik ga verder graven, dus komt helemaal goed. Nou, ik ben het graven. En ik zie nu al dat het een kogel is. Volgens mij een 9 mm. Denk ik. Ik zal eens even kijken voor jullie. Nou, geen idee, maar ook deze mag je niet hebben. 9 mm. Mooi. Kitsching. Een stuk kist. Blijkbaar al een keer eerder uitgegraven. Staat niks op. Wel nog in een redelijk goede staat. Zo hoort hij. Zo. Redelijk goede staat. Een grote kist. Er komt inderdaad een tetgat hier. Dus hier is al een keer gezocht. We zijn in een iets donkerder bos. Lijkt licht, maar dat is mijn camera, die maakt het allemaal lichter. Zelfs kan ik hem nog donkerder maken of nog lichter. Zo ziet het er ongeveer uit, dit bos. Maar voor jullie is het zo. Ja, wij gaan door. Nou, we hebben er nog wat uitgehaald. Er komt nog wat naar boven blijkbaar. Kogels, er komen allemaal kogels naar boven. Dat is wel grappig natuurlijk. Dit, dames en heren, dat zal ik jullie ook eens laten zien. Dit is kruid. Voor de mensen die nog niet wisten, kruid, ja, dat zit in een hier hè, natuurlijk. Spaghetti kruid. Zijn staafjes. Die doen ze hierin en dat brandt. Dat kunnen we jullie wel voordoen, als jullie dat zouden willen zien natuurlijk. Gewoon de neus dichthouden. Even de neus dicht houden, kogels even wegleggen. Iets van een brander hebben we gevonden, tenminste dat denk ik dat het iets van een brander is. Dat hier de kaars in heeft gemoeten, dat staafje. De binnenkant. Maar we gaan jullie eens laten zien hoe dat werkt. Hou jullie neus maar even dicht. En het is nat, hè, pas op. Even clever aansteken, logisch. Zet je, kijk even die neusje. Zelfs het kruid wat nat is, wat jarenlang in de grond heeft gezeten. Doe het nog als de beste. Het knalt niet natuurlijk, want het is alleen maar kruid. Je kan het eigenlijk zien als een aanmaaklontje van het vuurwerk. Maar zoals je kunt zien, het heeft jaren in de grond gezeten. Het is zo nat als de pest. En daarom is het eigenlijk gevaarlijk dat als je handgranaten vindt of kogels vindt, dat ze gewoon nog kunnen knallen. Ook bij dit gebeuren precies identito. Als je die door midden breekt en je steekt hem aan, kan het ook afgaan. Dus daarom is het gevaarlijk. Maar ja, de ene zegt het is niet gevaarlijk, de andere zegt van wel. Daarom kan je gewoon alles beter laten liggen, wat kan knallen. Dus vandaag, wij gaan even verder zoeken. Mooi gat, alla die ook eens. Ik word het helemaal wakker. Het begint al heel erg donker te worden. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, het begint echt al donker te worden.
Maar we zitten nu nog steeds op een plek en er komen echt alleen maar punten uit, kogels uit, echt van alles. Dit is de pinpointer, dat is een kleine metaaldetector, dat zorgt ervoor dat je makkelijker kan zoeken, dat je niet met dat grote ding eroverheen moet. Dat kan je lekker met de hand zoeken, is wat makkelijker en je hoort het eigenlijk, hij trilt en blijft komen. Hebben we weer een punt en die blijven er steeds uitkomen, de hele tijd dat dit gaat, één voor één. Ja, zo zit je toch lekker in de natuur, lekker te baggeren, lekker te scheppen, lekker te genieten natuurlijk. Vogeltjes zijn nu ondertussen al weg. Dit is de grote metaaldetector, die zorgt ervoor dat je ja, de plek kan zoeken waar je eigenlijk hoort te zoeken. En daarna ga je verder met de pinpointer. Kijk, die wordt er nu dadelijk bijgepakt. 15 centimeter, ook op de metaaldetector kan je ongeveer zien hoeveel centimeter het is, wat voor materiaal het is. Niet precies natuurlijk van ja, wat is dit, maar wel dat je metaal of koper of aluminium, dat zie je wel allemaal. Dus ja, zo doen we eigenlijk. Het is wel echt genieten natuurlijk. Het begint echt al heel erg donker te worden en dan moeten we nog even terug naar de locatie om die spullen te pakken die we moeten hebben dadelijk. Want die vind je ook niet elke dag. En mensen vragen zich misschien af, wat moet je ermee? Ja, het is gewoon mooi als je er op je kamer hebt staan. Allemaal van die oude dingen in goede staat natuurlijk. Want als je maar de helft hebt, ja, dan heb je weinig aan. En vooral als je dingen hebt die je bijna nooit vindt, ja, dat moet je hebben. Ja, als ik deze er goed heb, dan Huls. Ik het goed naar. Moet er echt zo gaan inderdaad. Want je ziet bijna niks meer, hier geknipt. Dus het is zo oud hè. Het is echt niks meer waard eigenlijk, zo oud is dat en toch doet het gewoon, het doet het nog allemaal. Eigenlijk bizar voor woorden. Dit is het bos zonder licht. Zonder licht dames en heren, dit is het bos met licht. Zonder licht, met licht. Wij gaan er vandoor, we zien ons dadelijk alweer. Wop wop, gast erop. Maar dames en heren, wij zijn terug van Michniet Vissengrap, die hebben we taaldetector. We hebben een mooie vondst gedaan dames en heren, we zitten nu in de auto. Ik heb het eten niet opgegeten, dus dat ga ik nu meteen eventjes doen. En ik weet niet of jullie genoten hebben dames en heren, want noten zijn heel erg lekker. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben, want noten zijn heel erg lekker. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben. Kijk, altijd dat eten zo, allee. Hier een blikje, hey. Maar om niks uit. Hè? We hebben zo'n dingetje hangen. Het ruikt wel heel erg lekker. Gisteren gehaald, die ga ik vaker halen. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben, want we hebben echt mooie vondsten gedaan. Dat ding ligt hier achterin, dat zien jullie denk ik niet. Nee, dat zien jullie niet. We hebben er maar de riem om gedaan, want je wilt niet dat zoiets kapot gaat als je iets moois hebt gevonden. Zodoende, mensen, wij zijn er weg van. En we zien ons gewoon de volgende keer weer. Als jullie vaker van deze dingen willen zien, ik word het helemaal wakker. Dag, jij ook? Helemaal wakker. Dus mensen, hou jullie taai en leuk dat jullie keken weer. Werk ze, want jullie moeten morgen ook gewoon werken. Tenminste, ik wel en ik heb echt plezier in mijn werk. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik had gestopt met blowen, niks te klagen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Nee, ik kan niks anders zeggen. Hoppa. Tot de volgende keer en water. Water. We'll be right back.